Beste leerlingen, vanaf nu zullen jullie zich moeten inschrijven via de reserveringsmodule in Smart School. Even een demonstratie voor op de laptop. Ga naar reserveringen en in de middenbalk zie je drie icoontjes: overzicht, een nieuwe reservering aanmaken en mijn reserveringen. We gaan even een nieuwe reservering aanmaken. Ik klik op het plusteken. Ik ga naar de datum waarop ik wil reserveren, in dit geval vrijdag 16 november. En ik zie het zesde lesuur, ofwel grijs gekleurd, ofwel zwart gekleurd. Ik wil een reservering aanmaken voor de Feed Me Aardrijkskunde Geschiedenis. Ik klik hierop. Ik reserveer één plaats, opgelet dat je dit steeds op één zet. Ik klik hier op het groene disketje om nadien mijn reservering definitief op te slaan via het blauwe disketje. De toelichting mag je gerust overslaan. Langs de linkerzijde zie je dan onder de kalender de Feed Me staan. Je kan je ook inschrijven voor de Feed Me Biologie Chemie. Oei, het lukt niet meer. Dit wil zeggen dat alle plaatsen reeds gereserveerd zijn. Feed Me Engels-Nederlands daarentegen staat ook in het zwart aangegeven, maar toch kan je je daarop nog reserveren. Vergeet niet, je reserveert voor één plaats, je groene disketje, en nadien opnieuw de reservering bevestigen via het blauwe disketje. De toelichting mag je natuurlijk wederom overslaan. Om een volledig overzicht te hebben over je reserveringen, kan je hier op het rode huisje klikken. Oh wee, ik heb mij ingeschreven voor twee FeedMe's, terwijl dit maar mag voor eentje. Ik wil de FeedMe Engels-Nederlands nu verwijderen. Hoe doe je dit concreet? Klik op de FeedMe die je wenst te verwijderen. Het zesde lesuur. Je komt in een beschikbaarheidsmodule terecht, waar je hier achteraan via het rode kruisje de reservering kan verwijderen. Vergeet nadien terug niet op het huisje te klikken om uw scherm te vernieuwen. Gemakkelijk. Zo zie je dat je bent ingeschreven op vrijdag 16 november voor één FeedMe, namelijk aardrijkskunde geschiedenis. Graag had ik nog even de afspraak herhaald. Inschrijven voor één FeedMe kan tot en met maandagavond. Check zeker je mail om te kijken of je geen vaste FeedMe hebt. Ook de vaste FeedMe's dienen op deze manier ingevoerd te worden. Controle is daarbij zeker op zijn plaats. Veel succes!